speciale reden. Die hebben we allemaal uitgenodigd samen met de uitgeverij. Omdat dit mensen zijn, er zijn er een aantal die er niet konden zijn en zich hebben verontschuldigd. Wegens verlof of wegens niet kunnen, wegens allerlei redenen. Maar het waren er niet zoveel. Want zoveel mensen hebben wij niet uitgenodigd. Alleen de mensen die zo'n beetje in ons hart zitten. Dit is voor mij, ik ben nog nooit zo zijn, maar ik geweest. Het is helemaal anders natuurlijk. In 87 hebben wij dit gebouw geopend met een eerste voorstelling. En ik herinner mij dat ik toen ook heel zenuwachtig was. En sinds 87 is dit nu de tweede dag dat ik heel zenuwachtig ben. Met de andere stukken, de andere premières heb ik dat niet. Heel gek, maar nu wel. Maar dat gaat wel over gaan. Ik hoop alleen één ding, en dat moet je mij vergeven. Als het zweet of straks de beurt is aan mij om te spreken, dat ik soms mijn emotie niet zou kunnen bedwingen, maar dan laat ik het gewoon gaan, dan moet je even wachten en dat gaat wel. Hartelijk welkom. De bedoeling is dat nu eerst gaat spreken de uitgeefster van Houten Kiet, Els Wouters. Dat daarna onze goede vriend Philip Heijlen een woordje gaat zeggen. En dat ik dan ga afsluiten. En daarna is het de bedoeling dat we naar Londen naar het café gaan, waar wat versnaperingen staan en waar u hartelijk uitgenodigd bent om u te goed te doen aan spijs en drank. Voilà, ik geef met heel veel plezier het woord aan Els Wouters, uitgeefster Houten Kiet. Goedenavond, beste mensen. Tof dat jullie vanavond allemaal gekomen zijn op deze historische plek. We stellen dan ook een heel bijzonder boek voor vanavond, de autobiografie van Ruud de Ridder. Dit had ik nooit verwacht. Het was de meest treffende titel voor dit boek die wij konden bedenken samen. Maar tegelijk is het ook een beetje van toepassing op mijzelf en mijn relatie met Ruud. Hij beseft het namelijk waarschijnlijk niet, maar Ruud heeft de neiging om op geregelde momenten in mijn leven op te duiken. Ik begin hem er zelfs een beetje van te verdenken dat hij bewust, subtiel, maar heel handig en stilletjes aan in mijn leven is geïnfiltreerd. Zo is een van de herinneringen uit mijn jeugd die ik koester, de vrijdagavonden waarop ik met mijn ouders en mijn zus gezellig voor de tv kroop om samen naar een bompad te kijken. Dat was eigenlijk al meteen het hoogtepunt van heel het weekend dat nog moest komen. Soms waren we dan niet thuis en dan namen we die aflevering op een videocassette. En dan moest degene die zaterdagmorgen eerst wakker was, beloven dat hij niet al stiekem zou beginnen, maar zou wachten totdat iedereen had opgestaan. Op zondag kwam er dan meestal bezoek en dan was het onderwerp van gesprek nog altijd die aflevering van de bompa. Ik was in die periode een puber van 15 en de geest en de verbeelding van Ruud de Ridder waren dus toen al duidelijk rond in mijn leven. Een paar jaar later was ik oud genoeg om een studentenjob te doen. Samen met een vriendin deden wij af en toe wat hostessenwerk in de studio's van VTM in Boortmeerbeek en we deelden ook flyers uit voor het Echt Antwerps Theater. Mijn Frank had toen stilaan moeten beginnen vallen, maar ik rook nog geen onraad op dat moment. Maar toen wij vorig jaar bij Houten Kiet het boek van Aaron Weet en Ria Maas voorstelden, dook daar plots weer een bekend gezicht op, Ruud de Ridder. Ik vond het sympathiek dat hij voor Aaron en Ria kwam supporteren. Maar een tijdje later kwam de aap uit de mouw. Hij liep zelf met vage plannen rond voor een boek, een autobiografie. We spraken af voor een koffie en toen kwam de genadeslag. Ruud begon te vertellen over zijn leven. Dat gesprek herinner ik mij alsof het gisteren was. We zaten hier in het café en het was een ochtend. Maar wat ik te horen kreeg was een schat van verhalen die zich afspeelden tot ver buiten deze muur. Verhalen die mij deden lachen, dat had ik ook wel een beetje verwacht, maar ook verhalen waar ik van schrok en verhalen die mij ontroerden. Na dat eerste gesprek stond ik buiten hier op de stoep, alsof ik uit een droom was ontwaakt met tranen in mijn ogen. Ik begon mijn verhaal daarnet door te zeggen dat dit een heel bijzonder boek is. En jullie denken waarschijnlijk dat ik dat elke keer zeg als ik moet speechen bij zo'n boekvoorstelling, maar dat is niet zo. Elk boek dat wij bij Houten Kiet uitgeven is uiteraard mooi, van hoge kwaliteit, lezenswaardig en een potentiële bestseller. Hier staat nu een smiley op mijn blad. Maar zo'n boek is echt bijzonder.
Het vertelt een leven dat leest als een avonturenroman. Avonturen die de auteur beleeft in de straten van Antwerpen, achter de schermen van VTM, op kamp via Kindervreugd, tijdens een legerdienst, in het zwembad van Hollywood, niet in L.A., wel in Bouwen, en zo stuk voor stuk zijn het op de een of andere manier bijzondere verhalen. En telkens als er een nieuw hoofdstuk in mijn mailbox belandde, stond ik ervan te kijken hoe rijk het leven van één mens kan zijn. Hoeveel iemand kan hebben meegemaakt en gerealiseerd. En of het dan de sterren waren die goed stonden uit. Ik ken niet zoveel van astrologie, dus daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Maar dat jij tonnen talent hebt, dat staat buiten kijf. En dat bewijs je nog maar eens met dit boek. Bedankt dus Ruud, omdat ik dit boek samen met jou mocht maken. En ik vergeef het je dat je mij mijn hele leven hebt achtergelaten. En dan geef ik nu graag het woord aan onze goede vriend Philip Heijlen, ex-schepen van cultuur van de stad Antwerpen. De enige die ooit aandacht heeft gehad voor het Tatpaars. Ja. Dames en heren, ik heb op vele podia mogen staan. Maar nooit hier, dus dat alleen is de moeite waard. Dames en heren, ik wil u kort iets vertellen over het boek, vermits ik moet het u nu toch wel vertellen, de eerste ben geweest, of een van de eerste die het gekregen heeft, met de bedoeling om het ook te lezen. Voor ik daarover u de komende 40 minuten verder zal onderhouden, wil ik u eerst vertellen hoe de procedure verlopen is. Er werd mij gevraagd of ik het wilde doen. Het antwoord was ja, graag. Vervolgens kreeg ik allerlei bestanden toegezonden via e-mail, met in aparte loten, als het ware. Foto's apart, onderdelen van het boek, waarna ik gevraagd heb om het misschien praktisch in zijn geheel door te sturen. Wat het iets gemakkelijker maakte, vooral omdat ik zal het ook maar toegeven, wilde afprinten, omdat ik vind dat je een boek leest met iets in je handen en ik absoluut geen voorstander ben, sorry voor de uitgeverij, van boeken die ik digitaal moet koesteren. Niet langer na werd het boek afgegeven op mijn kantoor en werd er tot 4 maal toe ge-sms'd en getelefoneerd met de vraag of ik het ontvangen had. En als ik dat niet geloof, wil ik zeggen dat niet langer dan 5 minuten geleden, toen ik binnenkwam en mij vroeg, heb je het nog eens gelezen? Ruud, ik denk dat ik de enige in de zaal ben die het van buiten kent. Dames en heren, alvorens ik dus zo dadelijk iets vertel over het boek zelf, dit had ik nooit verwacht, wil ik toch wel vertellen dat weinigen in deze stad, en nu spreek ik niet in mijn tijd, maar van daarvoor, ooit hadden verwacht dat het echt Antwerps theater, dat dit huis en deze zaal, zou geworden zijn tot wat het is geworden. Dit is letterlijk en figuurlijk een levensverhaal van één persoon, met een familie, met goede topacteurs rondom hen, met de juiste mensen, die generatie na generatie, tientallen jaren, mensen zijn blijven boeien en koesteren. En elke keer met eenzelfde ervaring. Je weet ongeveer naar wat je gaat kijken. Een leuk verhaal, dat dikwijls voor te lachen is, maar soms ook ontroerend kan zijn. Een gezellige avond, waar je vrienden ontmoet, die diezelfde goesting hebben om een gewone goede avond te beleven en nadien in een sfeer terecht te komen met een hapje en een drankje, zoals hij het zegt, maar waar je de acteurs zelf kunt ontmoeten, alsof het bijna persoonlijke vrienden zijn. Er zijn, en ik wik mijn woorden, vele theaters van allerlei andere niveaus, zoals ze zichzelf graag beschrijven, die daar misschien wel eens een voorbeeld aan kunnen nemen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook het succes is geweest en blijft van het echt Antwerps theater.
En moest het niet bestaan, dan zou je het moeten uitvinden. En ik permitteer mij ook om te zeggen dat er in de loop der jaren vele andere initiatieven zijn genomen om het te evenaren. Maar sta mij toe daar in alle openheid en eerlijkheid mijn gedachten over te zeggen, dat heb je als je mij uitnodigt. Dat is niet gemakkelijk. Een hele goede wijn, zomaar kopiëren en een nieuwe maken, dat is niet evident. Ook al denk je dat je de juiste ligging hebt op een helling met de juiste zon, of al denk je dat je de juiste druiven kunt aanbrengen, het is een métier à part, het is werkelijk talent dat je nodig hebt om dat te doen. En Ruud is erin geslaagd om eigenlijk datgene te brengen. Dat is hetgene wat mij heeft bijzonder heeft gewaardeerd toen ik vele jaren geleden hier voor de eerste keer binnenkwam. Vele jaren geleden. En tot op de dag van vandaag, het is grappig, er wordt gelachen, maar niemand wordt beledigd. Het is eerlijk en consequent en je gaat met een goed gevoel naar huis. Dat is wat mensen volgens mij nood aan hebben. Morgen misschien nog meer als vandaag. En als je dat voor ogen houdt, en je weet dan wie Ruud de Ridder is en wat hij in zijn leven heeft meegemaakt, omdat hij toch altijd wel op een of ander moment een anekdote vertelt, dan is dat eigenlijk waar dit boek om gaat. Een boek met 276 pagina's dat letterlijk en figuurlijk, en ik kan het bevestigen, leest als een trein. 276 pagina's, maar ik overdrijf niet, je leest dat in een weekend ontspannen uit. En de foto's die erin zitten, zorgen ervoor dat je niet zoveel verbeeldingskracht nodig hebt om goed te begrijpen waarover het gaat. Bijvoorbeeld als u de peuter ziet, Ruud. Het is een heel persoonlijk verhaal, dames en heren. Want het is tenslotte een biografie, het gaat over hemzelf. En het is, en dat apprecieer ik ook, het is geschreven zoals wij mensen zijn en spreken. Dat wil zeggen, het is menselijk. Het is begrijpelijk, het is vriendelijk en het is vooral toegankelijk. Je hebt dus geen Google nodig om, terwijl u het boek leest, allerlei andere titels te gaan opzoeken of om een database te gaan consulteren om te begrijpen in welke tijd het ene of het andere anekdote zich voordoet. Het is een boek, laat dat duidelijk zijn, dat ook emotie meedraagt. En ook zorgt soms voor troost. Waarin je anekdotes leest die soms heel beklijvend zijn. Maar eerlijk gezegd, er wordt ook altijd iets aangereikt waardoor dat je daar wat sterkte kunt uiten. Kortom, en ik meen dat, het is de moeite waard om het te lezen. En zoals de titel aangeeft, is het een onverbloemd relaas van Ruud zijn leven tot op de dag van vandaag met zijn grote liefde Nicole aan zijn zij. Nu, we spreken hier allemaal over Ruud, maar ik verklap u al dat we eigenlijk zouden moeten zeggen Rudolf. Want de heer de Ridder heet Rudolf. Hij is geboren, ik ga nu alles vertellen. Hij is geboren op 27 september 1951 om 7:15 s'avonds in het moederhuis in de Vinkestraat. Mijn vrouw is vroedvrouw. Ik vertelde haar dat hij 5,5 kilo woog. Zij reageerde iets anders dan de stilte in de zaal nu. En vertelde daarbij dat hij met ijzers op de wereld is gezet. Blijkbaar, Nicole, kun je dat nog ergens voelen. Die kans heb ik nog niet gehad, maar dat heb ik straks. Zijn kinderjaren op het Kiel en de inspiratie die hij haalde bij Poppenschouwburg van Kampen spelen een belangrijke rol in zijn leven. U moet dat zelf achterhalen. Hij beschrijft zijn ervaringen op een manier die, zoals ik zei, erg herkenbaar zijn. Zijn relaties met de ouders en afscheid nemen, soms in moeilijke momenten. Zijn vriendjes en vriendinnetjes. En de keuze tussen journalist worden of acteur. Soms denk ik wel eens dat vele journalisten vandaag de dag slechte acteurs zouden zijn. En als ik zie hoe jij schrijft, zou je wellicht een zeer goed journalist zijn geweest. Maar toch blij met wat je gekozen hebt.
Want dit is het verhaal van iemand, van een persoon, van een man, die lang op zoek is gegaan volgens mij naar antwoorden en dikwijls in een tweestrijd zat met zichzelf en zijn talenten en dan keuzes moet maken, zoals vele mensen dat vandaag ook moeten doen. Ruud had bijvoorbeeld in 1968, een fantastisch jaar, geen tijd om zich te laten leiden door de Parijse omwenteling of door de revolutie die op dat moment bezig was. Want er was maar één ding waar hij mee bezig was en dat was theater. Theater en juist theater. Of het nu gaat over de periode bij Kindervreugde, wonderwel beschreven in het boek. Of het gaat over het reizend jongerentoneel tot in 1970, wanneer hij dan zijn eerste werkdag begint in het Koninklijk Jeugdtheater, nu gekend als Het Paleis, hier niet ver vandaan. Het wordt allemaal beschreven en er is één ding dat daar naar voren komt, dat is de goesting. Ik vind dat altijd een heel mooi woord. De goesting en de drang om te acteren wordt ongelooflijk mooi weergegeven. Gevoel dat. Zelfs tijdens zijn legerdienst. En u zal zien dat Rudolf tijdens zijn legerdienst bijzondere taken heeft gevoerd. Die de veiligheid van het land. Die de veiligheid van het land. Tijdens de Koude Oorlog. Enorm hebben beschermd van veel Dit boek is ook enigszins anders geschreven dan de talloze theaterstukken die we van hem gewend zijn. Het is een amusante, soms ontroerende, bonte verzameling van min of meer in chronologische volgorde gezette stukjes, waarin met name, zoals ik zei, zijn jeugd en zijn eerste kinderjaren, zijn familiale hoogte en soms ook dieptepunten, zijn verdriet, maar vooral ook zijn dankbaarheid aan bod komen. In dit boek overpeinst Ruud de Ridder op de hem zo typische, blijmoedige en positieve wijze als het ware zijn leven. En misschien als we dit boek gelezen hebben, dat een aantal van de stukken die in de loop der jaren zijn geschreven, op een andere manier geïnterpreteerd kunnen worden. Ik ga daar nu geen voorbeelden van geven, omdat ik wil dat u het eerst leest, maar als we elkaar op een volgende gelegenheid zien, wil ik het daar wel mee eens over hebben. En natuurlijk is er ene rode draad in dit boek. En dat is de reden waarvoor we hier zijn. Zijn levenswerk. Het echt Antwerps theater. Het echt Antwerps theater staat natuurlijk centraal. Van wat doen we met Bompa? Of wat als ik de lotto win tot mijn schoonzoon is een Hollander? Over de vele episodes en vooral de zeer populaire komische reeksen, comedies, op televisie, met Bompa, drie mannen onder één dak en Bompa lawaai, het komt allemaal terug. Ook de ontmoetingen die hij gehad heeft met topacteurs die er niet meer zijn, van een Ivo Paulus of een Luc Philips en vele, vele anderen, het zal bij velen van u de glimlach op uw gelaat brengen, want er zullen veel mooie herinneringen boven komen. En ja, wanneer het boek werd voorgesteld in juli, werden er ook vragen gesteld over, vertelt Ruud alles? Ook de rol van zijn familie wordt in het boek op een eerlijke en een open manier verteld. Zoals hij dat heeft aangekondigd, namelijk, en ik citeer hem in de voorstelling dat hij het boek ging lanceren, het boek gaat over mijn leven, daarin is veel gebeurd en alles staat erin. Wat in dat boek nu ook staat, is een episode die ik van zeer nabij heb mogen meemaken, namelijk iets dat plaatsgevonden heeft op 24 januari 2009. Het huwelijk tussen Ruud en ik. Ik herinner het me nog zeer goed. Hij had mij, net zoals vanavond, een keer of 15 gebeld met de vraag of ik toch op tijd op het stadhuis zou zijn. Want ze hadden van alles georganiseerd en allee. En wat er toch zijn, hè? Je zit aan zee. We zijn klaar, zijn jij er ook klaar? Zo een aantal telefoons.
En toen ik dan de Grote Markt kwam aangelopen, en dat is altijd een heel mooi moment, want er staan dan veel koppeltjes buiten te wachten, diegenen die al getrouwd zijn, of diegenen die wachten om de volgende te zijn. En toen kwam daar een soort van stoet met oldtimers, Citroën geloof ik, oldtimers aan. En dat trok wel wat aandacht. Er waren ook wat mensen met camera's die dat er zo wat bij liepen. En heel snel keek de Grote Markt naar de stoet en zagen zij de ridders aankomen. Plots ging er een soort van spanning, ook in het stadhuis. De bodes kwamen mij zeggen, schepenen, ze zijn er, hè? Ik zeg, wie is er? Ja, Ruud de Ridder, hè, die kon trouwen, hè? Ik zeg, ja, daar is helemaal voor gekomen. Ja, waar gaan we naartoe? Ik zeg, we gaan doen zoals altijd, laten mensen binnenkomen. Maar er waren koppels die buiten gingen, zij kwamen binnen en daarvoor hebben we trouwens ooit in het stadhuis 2 trappen gemaakt. Dat zijn echt waar, hoor. En dus terwijl de ene naar beneden kwam en de ander naar boven kwam en iedereen werd opgesteld, moet ik u een tweede zaak vertellen. Daarnet heeft mijn goede vriend verteld dat dit de tweede keer is dat hij zenuwachtig was. Nee, het is de derde keer. Want zowel Nicole als Ruud waren op 24 januari bijzonder nerveus. Nicole misschien nog iets meer. Tot op het moment dat zij voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen. En ik had al gezegd, wat er nou ook gebeurt, en wie wat nou ook vraagt, zeg nou gewoon ja. Begint niet na te denken, vooral niet improviseren, want we gaan ook niks anders vragen dan iets waarop dat je gewoonlijk met ja antwoordt. En zo geschiedde het. En ik vond het heel mooi, nadat de plechtigheid had plaatsgevonden, en ik iedereen en de kussen en de familie en de vrienden die mee boven waren, waren ook nog veel mensen beneden. Het was in januari, maar er was veel volk naar de Grote Markt gekomen. Om dan iets te doen wat toch altijd bijzonder is voor iedereen die op ons stadhuis kan trouwen. Eén keer, twee keer, drie keer. Maar als je er trouwt, dat is dat we de deuren openzetten van de lijstzaal. Zoals dat gebeurt voor koningen, keizers, admiraals en pausen, Sinterklaas. En dat u dan de bevolking kunt toespreken. Zoals het stadsbestuur dat wekelijks doet voor de massa die dan staat te juichen. Stonden Ruud en Nicole ook op dat bordes. En er stonden mensen te juichen. En ik denk dat het tot op van vandaag mooie foto's. Dames en heren, ik heb Ruud altijd bewonderd voor zijn oprecht talent. Maar na het lezen van dit boek, na het lezen van zijn autobiografie, ben ik eigenlijk een nog grotere fan geworden. Van de man die al zoveel jaren, al zoveel decennia, Antwerpen en Vlaanderen, zoals ik zei, laat lachen. En soms laat huilen. Met zijn theater. Met zijn stukken. Hij is dan ook voor mij absoluut een oprechte, goede en bijzondere ambassadeur van deze stad en van heel cultureel Vlaanderen. Dank u. Oké, Filip, alles in orde? We verwachten je morgen. Krijg ik een zeer kort antwoord. Ik zal er zijn
En ik ben in topvorm. Hij heeft dat bewezen. Hij denk dat hem eigenlijk verstandig heeft gedaan om te stoppen als schepen van de stad Antwerpen. En nu een bijzonder fantastische job heeft bij een heel tof bedrijf. Ik had hem nog voorgesteld, ik kom bij ons spelen, maar zij kon veel meer verdienen. Dus, hij heeft gelijk gehad. Dames en heren, ik ben begenadigd. Ik heb een uitgeefster gehad, die daar net het woord gevoerd heeft, en die me zeer ontroerd heeft. En Philippe, ja, dat is... ik ben fel bejubeld, en dat doet een mens natuurlijk deugd. Ik dank u allemaal dat u hier bent. Maar ik heb in mijn leven, en dat gaat gelezen in dit boek, heel veel geluk gehad. Denk ik zo. Ik zei altijd, de sterren stonden goed op dat moment. Maar ik heb echt waar heel veel mensen gehad die ik heb ontmoet, die op een bijzondere manier op mijn pad gekomen zijn. Waarom of hoe, ik weet het niet. En die altijd iets voor mij gedaan hebben, waar ik altijd iets mee samen heb kunnen doen. Ik ga die allemaal niet opnoemen, ze staan er allemaal in, maar ik heb er allemaal ook eer aan betoond, want het is die mensen die mij daarin geholpen hebben. Ik ga ervan uit dat elke mens een talent heeft. Maar door omstandigheden kun je met dat talent soms geen weg uit. Door sociale omstandigheden, omdat je de mogelijkheden niet hebt. Je ontdekt je eigen talent te laat. Dat is natuurlijk heel jammer. Of je weet dat je dat deed, maar je doet er niks mee. Je doet liever iets anders. Of je hebt het en je probeert er iets mee te doen. En dan is het aan u, natuurlijk, om dat talent daar iets mee te doen en daar iets mee te bereiken. Maar op uw pad komt je mensen tegen die u daarmee kunnen helpen. Soms komt je die niet tegen. En dat is het heel erg. Ik heb het geluk gehad, en dat besef ik, door dit boek te schrijven, door heel mijn leven te gaan, ik heb het geluk gehad dat ik die mensen, altijd gevonden heb. Ik heb die niet gezocht, maar die kwam die tegen. En op den duur begint je te gaan geloven van, ze zijn hierboven aan mijn touwtjes aan het trekken en ze trekken goed, want, allee, wat is dat toch? Mensen zeggen zo'n alleen 140 stukken geschreven. Dat is toch ongelofelijk? En dan antwoord ik altijd, ja. Ik had dat niet verwacht. Maar ik kan ook niks anders. Ik kan alle theaterstukken schrijven. Ik heb nu een boek geschreven. Ik hoop dat dat voor iedereen meevalt. Maar ik kan niks anders. Vraag niet aan mij van een nageltje in een muur te kloppen, want ik klop schief. Of ik klop op mijn duim. Vraag niet voor mij om andere dingen te doen. Want dat was ook het grote dilemma. En dat gaat je ook in dit boek lezen. Op een gegeven moment dacht ik... Ik weet het niet meer. Het zag er heel donker en heel zwart uit, want ik wist niet wat ik met mijn leven moest aanvangen, omdat ik niks vond dat eigenlijk bij mij paste. En plots heb ik dan toch iets gevonden waar ik van dacht, ja, dat gaat misschien lukken. En dat is gelukt. Ben mij ook bewust geworden, en dat is... ik hou niet van valse bescheidenheid. Ik hou ook niet van dikke nekken en van pretentie. Maar door dit boek te schrijven en door mijn leven te gaan, was dat een zeer emotionele reis. Want al uw voorvaderen beginnen ineens te leven. Die beginnen dat boek mee te schrijven. Je herinnert u, en dat is een heel grote chance. Mijn geheugen laat mij tot vandaag, tot op de dag van vandaag, nog niet in de steek. En ik herinner mij heel veel dingen uit mijn jeugd. Ik herinner mijn grootouders, ik herinner mijn ouders, ik herinner de situaties die ik daar heb meegemaakt, bijzonder. En ik denk, ja, ik ga die neerschrijven, misschien boeit dat de mensen wel, maar het is ook een beetje, dat zult je wel gelezen hebben, een tijdsbeeld van hoe leefde men in die jaren 50, hoe gebeurde dat daar, wat was dat? En dat roept emoties op, omdat je die mensen inderdaad allemaal terug ziet leven. Mensen die er natuurlijk nu ook al niet meer zijn. Dit boek kwam er eigenlijk omdat Aaron Waits, die hier vanavond ongelukkig nog niet is, maar die hier geweest zou zijn, tot gisteren verzekerde hij mij
dat hij zou komen, maar hij zei, je weet hoe dat het met mij gesteld is. Het kan goed zijn dat ik een paar uur daarvoor moet afhaken. En ik kreeg een mailtje van hem om te zeggen, Ruud, sorry, ik kan het echt niet zijn, spijt me zo, maar mijn gezondheid laat het niet toe, maar ik ben bij jou in gedachten. Ik weet dat dat zo is. Aaron, die kwam naar mij en die zei, zeg, jij gaat toch eigenlijk wel iets schrijven over heel dit verhaal. Dat heel dit verhaal dat in 81 begonnen is in de Arenberg en dat in 87 zijn verloop heeft gekend in deze zaal. Het is toch een opmerkelijk verhaal dat je daar gedaan hebt, dat je daar gerealiseerd hebt. En ik dacht, ja, ik zeg Aaron, maar ik heb nog nooit een boek geschreven. Ik ben een dialoogschrijver. In Frankrijk, op de Franse films, zie je dat heel dikwijls staan. Dat er staat scenario, meneer Dendy, en daaronder staat een dialoog, een andere man. Dus ik denk, moest ik in Frankrijk gewoond hebben, dat ze mij zouden gevraagd hebben of dat ik zou mijn job gevonden hebben in het schrijven van dialogen. Dat is mijn ding, dialogen schrijven. Een boek schrijven. Maar ja, ik dacht, ja, als het over hier gaat, kan ik natuurlijk alles vertellen wat dat hier gebeurd is. En ik vertelde dat thuis aan Nicole en Nicole zei, ja, maar je hebt soms al interviews gegeven waarin dat je dingen over het theater hebt verteld. Dus nog niet alles, maar er zijn toch een aantal dingen die mensen al weten. Waarom schrijf je niet over je leven, over die 30 jaar voordat je met het echt aan het duimen gaat doen? Waarom schrijf je geen autobiografie? En ik dacht, ja, maar waarom niet? Dan moest natuurlijk de uitgeverij mee akkoord gaan. Want die zagen het al wel zitten om het verhaal van het echt Antwerps theater te vertellen. En dan is, zoals Els zei, onze ontmoeting geweest op die ochtend hier. En ik stelde haar dat dan voor. Ik zeg, ja, Nicole zei, waarom doe je dat niet dat? En die zei, ja, maar is er dan die eerste 30 jaar, zijn er speciale dingen gebeurd. En ik begon één ding te vertellen en ik begon het tweede ding te vertellen en zei, stop maar, het is oké. We gaan naartoe, we gaan die eerste 30 jaar ook belichten. Dus het is begonnen bij mijn geboorte. Ik heb mij blootgegeven, zoals Filip al aangehaald heeft. Ik heb mijn verhaal geschreven, maar zoals iedereen wel weet, heeft een verhaal altijd twee kanten en twee waarheden. Ik vertel mijn verhaal, mijn levensverhaal, denk ik eerlijk en puur zoals ik het heb meegemaakt. En met al de mensen die ik in mijn leven zijn tegengekomen. En de journalist van Radio 2 vroeg mij gisteren, toen hij een stukje moest maken, kunt je na dit boek iedereen nog onder de ogen komen? Gaat dat lukken? En ik zeg ja. Want ik heb voor mijn gevoel, mijn waarheid geschreven en ik heb mij voor nergens te schamen. Ik heb gewoon verteld zoals de situatie er was. En ik heb gelukkig getuigen die dit verhaal kunnen bevestigen. Dus dat is natuurlijk aan zich meegenomen. Wat wilde ik nog zeggen? Niet veel meer. Ik ga een klein stukje, als u het mij toelaat, uit het boek voorlezen. Een klein stukje. Zoals u een beetje de teneur van het boek zult kennen. Het hele verhaal van dit staat er natuurlijk in. Maar hoe dit tot stand gekomen is, waarom dit gebeurd is, en waarom ik dat zo absoluut wou hebben, dat vind je in de eerste 30 jaar. En toevallig, als ik over de pagina's kijk, is de boekschoon in twee. Ik heb de eerste 30 jaar en de andere 30, en ze wegen eigenlijk alle twee evenveel. Maar ik kan hier veel staan vertellen. Eigenlijk was het de echte bedoeling om dit boek te schrijven voor mijn kleindochter, Biliel. Omdat ik dacht, zij zit nu in het tweede leerjaar, zij kan al een beetje lezen en altijd gaat het een beetje meer. Dus zij gaat dit boek ooit lezen. Even, en een paar jaar later, oh ja, kon je het ook nog eens vastpakken. Maar er gaat een moment komen dat ze hem helemaal gaat lezen en begrijpen. En dan denk ik, ja, dan laat je toch iets na. Dus alleen voor haar was het al de moeite waard. En als andere mensen het ook nog leuk vinden, dan is dat voor mij meegenomen. Ik ga een klein stukje lezen uit het begin van het boek, omdat het
Het boek heet Dit had ik nooit verwacht. En het eerste item van hoofdstuk 1 heet Dit hadden mijn ouders nooit verwacht. Ik heb een ongelooflijk gelukkige jeugd gehad. Dat heb ik in de eerste plaats te danken aan mijn ouders. Maar ook mijn vier grootouders, die ik heel bewust en heel goed gekend heb, zijn daarmee verantwoordelijk voor. Deze zes mensen hebben mij met zoveel liefde omringd. Ze hebben mij zoveel warmte gegeven, maar zijn ze nooit in de val van de verwennerij getrapt. En die lag nogthans heel wijd open. Op 27 september 1951 werd mijn vader door de dokter voor een verschrikkelijke keuze geplaatst. De moeder of het kind. Het werd nogal kort en krachtig gezegd, zo vertelde hij me later. De moeder of het kind. Mijn moeder had een zeer moeilijke zwangerschap en bij de bevalling liep er van alles mis. Ik wou er niet uit. Ik wou gewoon niet op die koude wereld komen. Ik had het dan zo goed bij mijn moeder, dat ik er niet weg wou. Of was het omdat ik haar toen... ook al zo lief had. Hoe zit het? Wat doen we nu? De moeder of het kind? Mijn vader hoorde de vraag, maar wou die eigenlijk niet horen. Niet begrijpen, niet aanvaarden. Mijn ouders waren in 1947 gehuwd. Zeer tegen de zin van mijn grootvader. Hij had liever zijn dochter zien trouwen met haar neef. Opmerkelijk toch. Een knappe jongeman die een zeer goed zakelijk vernuft had. Hij was volop bezig met de bestaande schoenwinkel van zijn ouders uit te breiden en een tweede en zelfs een derde zaak op te starten. Die man zag mijn grootvader dus wel zitten voor zijn dochter. Hoewel het in die tijd de kinderen meestal deden wat hen opgelegd werd, koos mijn moeder voor mijn vader. Ze had hem leren kennen op de kapperschool. Mijn grootvader, die een eigen kapperszaak had, kon uiteindelijk overtuigd worden van haar keuze, niet in het minst. Zo zou later blijken, omdat hij dacht dat hij zijn schoonzoon als een goedkope werkkracht in zijn zaak zou kunnen plaatsen. De moeder of het kind. Pas 4 jaar na hun huwelijk zouden mijn ouders dus een kind krijgen. De familie had al schampere opmerkingen gemaakt. Hoe zit het, Rosa? Weet dat niet, die niet, omdat hij het moet doen? Moeten we hem komen helpen? Amai, die. Je hebt een kat in de zak gekocht. Jij bent toch een kleine? Eindelijk was het dan zover. Maar nu moest Eddie kiezen wie er zou blijven leven. De moeder of het kind? Voor een derde maal herhaalde de dokter zijn vraag zonder veel empathie in zijn toon. Zo vertelde mijn vader me toch. De moeder, zei mijn vader, resoluut. Want wie was dat koppig kind dat zijn moeder zoveel pijn en leed bezorgde en hem daardoor voor die verschrikkelijke keuze plaatste? Wie was dat? Een vreemde. De moeder, klopt het, uiteraard vastberaden. Maar zie, de sterren stonden op 27 september 1951 op de juiste plaats. Het kind dat op 17 september het levenslicht had moeten zien, kwam 10 dagen later toch op de wereld. Oké, het werd met de tang gehaald. Of zoals men dat toen zei, met de ijzer. Dat is ook een leuke variant. De 2 deukjes in mijn hoofd zijn nog steeds voelbaar op mijn achterhoofd en voor die af te spreken prijs mag wie dat wil straks komen. Maar ik werd dus geboren, enfin, gehaald, op donderdag 27 september om 18:45 lag er in Antwerpen, zoals Filip al zei, in het moederhuis in de Vinkestraat een 3 liter te blozen van 5,50 kilo. We hadden het samen overleefd, mijn mama en ik. Ik zou haar enig kind blijven, want nog kinderen baren kon niet meer. Dat bedoelde ik met de val van de verwennerij. Ik was en zou het enige kind en kleinkind blijven, dus het was heel aanlokkelijk om mij serieus in de watten te leggen. Ik ben hun allen zo dankbaar dat ze die val vermeden hebben. Met wel, ik heb nooit iets tekort gehad, maar overdreven verwennerij hebben ze mij gelukkig bespaard. Mijn ouders wilden mij Rudy noemen. Maar de ambtenaar van de burgerlijke stand toen nam die naam niet aan. Het werd Rudolf. Rudolf, Joseph, Margaretha, Edouard, de Ridder. Dat mijn vader wou zijn naam er ook bij. Rudolf, hoe konden ze?
zes jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, je kind Rudolf. Was het niet eerlijk genoeg dat er een Rudolf Hess had gelegd? Leg het niet voor de hand om die kleine Rudolf Dolfje te gaan doen. Of wanneer hij groter bent, om zijn Dolf. Ik mag er niet aan denken. Gelukkig hebben mijn ouders mij altijd Rudy genoemd. Onze Rudy. Onze Rudieke. Tot ik in 1971, tijdens mijn legerdienst, mijn naam zelf veranderde in Ruud. Maar later meer daarover, over het waarom en het hoe. Ik was er dus, mijn ouders hadden een kind waar ze zo naar verlangd hadden. De band met mijn moeder was heel sterk. Mijn moeder was een knuffelaar. Een flodderaar, zoals we in andere gezien. Flodderen, flodderen. Ze deed niks liever. Mijn vader kende dat niet zo. Zijn ouders hadden hem koeler opgevoed, zei hij. Ik kan me wel herinneren dat ik mijn pa knuffelde, maar veel minder dan mijn moeder. Bovendien kreeg ik op een dag te horen dat hij eigenlijk liever een dochter had gehad. Dat kwam hard aan. En die confessie is blijven hangen tot op de dag van vandaag. Ik had het eerlijk gezegd liever niet geweten. Nu goed, hij had een zoon, ook goed. Die zou hij dan wel eens tonen hoe het leven in elkaar zat. Uiteraard zou hij verlangen dat ik een prima student werd en een heel sportief type. Ik zou ongetwijfeld een zwemkampioen worden. Of een talentvolle voetballer zoals hij. Als beroep koos hij voor mij onderwijzer. Regent of als het even kon, licentiaat. Daar gaan we voor, Henry. Ja, pa. Arme pa. Waar achteraan staat welk nummerken het is, met de handtekening 2999, die ook in het theater te koop is, maar er zijn er niet veel meer. Dus als je die wilt hebben, kunt je die vanavond nog meenemen, als je dat wil. Er zijn een aantal mensen die hem al besteld hebben, die boek ligt klaar, dat ligt voor jullie klaar, beneden. De bedoeling is nu dat we naar beneden gaan, dat we daar iets drinken in het café, dat je tijdens dat drinken even weg gaat en naar de hal gaat waar Misha aan een tafeltje zit en waar u de mensen die het boek al hebben besteld kunnen afhalen en de andere mensen die het boek willen kopen, daar kunnen kopen. Veel plezier, laat ons in drinken en laat ons in denken. Lieve mensen, even nog kort voor we naar beneden gaan. Ik denk dat Ruud vandaag ons een prachtig cadeau heeft met het boek dat hij heeft geschreven. Maar nu is iets dat hij niet had verwacht. Wij hebben namelijk met acteurs beslist en met medewerkers om toch een kleine attentie te geven voor het prachtige werk dat je waarschijnlijk gaat leveren. En wij hebben iets laten maken, omdat wij denken dat dit heel mooi bij jou thuis gaat gebeuren. Omdat het toch wel een prachtige cover is. Dames en heren, het boek. Okay, let's go.